Hip-hop is van oorsprong een manier waarop zowel muzikanten als luisteraars hun etnische, culturele en politieke identiteit uitdrukken. Het zal dan ook geen verbazing zijn dat religie een grote rol speelt in de hip-hopcultuur. Zo zijn veel rappers moslim of lid van op islam gebaseerde bewegingen. Zo rappen Public Enemy en Ice Cube over een bewondering voor de leider van de Nation of Islam, Louis Farrakhan. En verspreidt RZA van de Wu-Tang Clan de leer van de 5% Nation door zijn raps. Peace God. Peace to the God. How you God? I'm studying 120 right now. Call me back at the God hour. The fuck? It's just a new way of thinking. Daarbij is ook de taal van hiphop beïnvloed door de 5%ers, een groep zwarte moslims die gelooft dat elke zwarte man een god is. Het bekende word staat voor het woord van Allah en de G in What Up G komt niet van gangster, maar van God. Doordat de rol van de Nation of Islam en de 5%ers naast spiritueel ook politiek is, ze streven allebei zwart nationalisme na, is veel islamitische hiphop ook activistisch. Dat is ook goed terug te horen in het werk van rapgroepen als Public Enemy. Christelijke hiphop is wat tammer. Waar islamitische rappers geen enkele concessie hoeven te doen in hun taalgebruik en houding, moeten christelijke rappers constant de balans vinden tussen hiphop's keep it real en de kerk's keep it clean. Veel christelijke hiphop heeft ook een ander doel dan een politiekere islamitische hiphop. Christelijke hiphop probeert door het gebruik van een genre, dat voornamelijk een trek is onder jongeren, mensen weer terug te krijgen in de steeds legere kerkbanken. Hier waren ze al vroeg bij. Het eerste voorbeeld is te horen in pastoor Stephen Wiley's Bible Break, dat uitkwam in 1985. Praise the Lord, for goodness sake, we're all gonna take a Bible break. I said, praise the Lord, for goodness sake, we're all gonna take a Bible break. So when your fingers start to pop and your feet start to tap, you're listening to the righteous rap. Een laatste interessante ontwikkeling is de verregularisering van hip-hop zelf. Rapper KRS-One publiceerde in 2009 The Gospel of Hip-Hop. En rapper Kanye West riep zichzelf 4 jaar later zelfs uit tot God. Dus wie weet gaan we, als Kanye West in 2020 de presidentsverkiezingen wint, allemaal naar de kerk van hiphop.